Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee en ik ben ondertussen aan het uitpakken van nieuwe frames. Dus ik denk, die laat ik jullie gelijk even zien. Want ik weet zeker dat jullie hier heel enthousiast over zijn. Allereerst wou ik een DIY opnemen met dit frame. Nu had ik daar speciaal steekschuim bij besteld in het zwart. Om een beetje het industriële te houden. Maar dat is niet helemaal goed geleverd. Dus daar heb ik nog even contact over. En anders heb ik ook gewoon een oase die ik er heel leuk op kan verwerken. Dus ook heel erg mooi. In ieder geval echt een super gaaf frame dit. En ik heb meer van dit soort frames. Ik zet jullie even neer, dan kan ik het even goed laten zien. Zo, niet zo heel charmant zo van onderen. Maar ik kan het wel even laten zien. Deze frames, echt heel tof. Ook dat staal. En deze heb ik binnengekregen. Die zijn ook echt heel tof. Die had ik laatst al in wat kleiner en nu heb ik hem in wat groter. Hoe gaaf. En laat gerust weten als jij hier een DIY mee wilt zien. Dan heb ik deze nog weer aangevuld, want die was nog weer flink besteld. En ik ga straks alweer een nieuwe bestelling plaatsen, want deze zijn allemaal weer uitverkocht. Dus ja, ik zet ze allemaal in de webshop, mocht je dat leuk vinden. En dan kan je ze eventueel bestellen. Verder staat vandaag echt in het teken van inpakken. Ik ben alweer druk bezig, maar morgen ga ik heel veel bloemwerk maken. Dus morgen neem ik jullie mee om bloemwerk te maken. Vandaag ga ik vooral flink inpakken. En ik krijg dus wel weer grote vracht binnen. Ik heb net ook al bloemen voor de bestelling binnengekregen. Die heb ik hier allemaal even op water gezet. Dus gauw verder aan de slag. Oh, en ik vergeet het bijna, maar naast de gewone vracht komen er vandaag ook pallets binnen met nieuwe DIY ondergronden. Daar heb ik echt heel veel zin in. Echt hele leuke ondergronden, ook zin om mee aan de slag te gaan en om dat aan jullie te laten zien. Dus als zodra het dan binnen is, zal ik dat jullie ook laten zien wat wij binnenkort, waar we dan binnenkort mee aan de slag gaan. Ja, echt zin in. Ik heb de pallet al binnengekregen. En ik zie dat bovenop liggen en ik denk, dat wil ik jullie toch even laten zien. Oh, dat ziet er zo mooi uit. Nog mooier dan ik dacht. Ik moet er nog steeds lachen. Er zit een beetje een lachige bui. Die man die de pallet kwam brengen, die wou een krabbeltje. Dus ik wou zeggen, wil je mijn handtekening? Ja, ik praat al tegen mijn camera, maar ik praat tegen de mensen praten, man. Dus nu gaat het helemaal stuk. Maar, jongens, kijk! Beauty! Oh, echt heel mooi. Geweldig. Is echt nog mooier dan ik dacht. Daar heb ik er genoeg van, dus daar ga ik een DIY mee opnemen. Deze is ook leuk met een bloementaart. Oh, wat prachtig. Ik ga even doen. Oh, ja, mooi hè. Hij is veel groter dan ik wel. Hij is wel echt zwaar. Ik heb een dingetje op zo. Oké. En dan deze gave frames. Ga ik binnenkort wel mee opnemen met een DIY. Is ook heel tof. Ja, en de rest ga ik straks laten zien. Maar de rest zijn ook heel veel die pilaren. Die stonden alweer online. Volgens mij zijn ze intussen ook alweer uitverkocht. Maar die gaan we dus vandaag allemaal op de post doen, zodat alles wel snel mogelijk weer weg is. Goedemorgen, ik ben alweer lekker bezig. Het is om 9:30, maar ik heb al veel klaar. Ik heb de bestellingen allemaal klaar. Daar staan er ook aardig was, dus een goed begin van de dag. Ik ga even de tulpen bossen en alle bloemen in de stelling zetten. We zijn nog druk bezig met schoonmaken, maar ik heb ook al wat hier staan. Die ga ik straks even mooi inzetten. En dan gaan we boeketten maken, bloemwerk maken en lekker aan de slag. Is het ondertussen al. Ik ben weer bezig met het bos van tulpen, want die wat ik gisteren liet zien waren allemaal weer uitverkocht. Het staat straks weer mooi vol. Ik heb ook weer nieuwe bloemen en planten binnengekregen, dus ja, ik ben gewoon lekker aan het werk. Ik doe gewoon lekker mijn ding, maar ik vergat eigenlijk een beetje te filmen in de drukte, dus ik zal jullie even weer wat meer meenemen. Thank you.
Goedemorgen allemaal. Het is ondertussen zaterdag en ik ben lekker in de winkel aan het werk. Ik ben druk aan het mengen van de boeketten. Het staat alweer mooi vol. Maar ik ga er zo nog even een aantal weer bij maken. Ik heb ook wat leuk glas en dat soort dingen opgemaakt. Leuk voor het voorjaar en Pasen en dat soort dingen. Dus ja, de winkel staat er mooi bij. Ondertussen hebben we ook leuke opruiming in de winkel. De bloemenstelling staat er weer mooi vol bij. Dus laat de dag maar beginnen. Ik neem jullie vandaag weer zoveel mogelijk mee, dus kijk gewoon gezellig mee. Ik ga nu eventjes een paar mooie paastaarten maken. Dat vind ik wel leuk voor in de winkel. En dat is ook altijd leuk om cadeau te geven. Dus ik ga wat verschillende maten maken. En ik denk dat vinden jullie vast leuk om te zien. Ondertussen maandag en ik heb weer een extra werkdagje, want we hebben weer veel pakketten in en ik heb goede hulp. Dus we gaan gauw verder met het inpakken van allerlei pakketten. Of er weer surprise boxen besteld kon worden. Als je deze vlog kijkt, staan er weer surprise boxen online. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je nog weer een surprise box bestellen. Ik ben nu toevallig ook druk bezig met surprise boxen nog weer inpakken. Dit keer de kersteditie, die staat ook online. Maar als je deze vlog kijkt, kan je ook weer de gewone editie, waar echt van alles in kan zitten. Van ondergronden tot bloemschikmaterialen, van leuke decoratie. Kransen. Er kan echt van alles in zitten. Dus het is heel wisselend. Het is dus echt een surprise box. Maar ik zorg dat die goed gevuld is. Met een waarde tussen de 50 en 100 euro. En je betaalt nog 20 euro voor een box. Dus mocht je het leuk vinden, dan kan je hem weer bestellen. Ik zal het linkje ook eventjes hieronder in beeld zetten. Of hieronder de video zetten. En anders kun je het vinden via www.ulimedemis.nl. Goed, ik ga gauw verder met inpakken. We zijn al lekker bezig. Het staat al mooi vol daar. Met allerlei pakketten. En ja, gaan we verder aan de slag. Goedemorgen, het is woensdag en ik ben even de bestellingen aan het bijpakken voor vandaag. Het zijn er weer aardig wat, dus ik ga gauw aan de slag met inpakken en de pakketten klaarmaken. Ik krijg veel vragen over de winkel, hoe of wat. De winkel is nu nog anderhalf week open. Dan sluit de winkel en ga ik alleen online verder. Dan kan ik eindelijk online verder. Iets waar ik heel veel zin in heb, want online is gewoon heel erg gegroeid. En dat is ook de reden waarom ik met de winkel stop. En dan kan ik nog meer video's voor jullie maken, nog meer dingen aanbieden. De site goed bijhouden, vaker naar de groothandel, jullie daar mee naartoe nemen. Dus de vlogs en alles online blijft gewoon zoals het is. Dat. Ik ga gauw aan het werk. En proberen de pakketten op tijd weg te krijgen. Aan de slag. Zo, ik wil jullie vandaag nog heel veel dingen laten zien. Maar de werkelijkheid is dat ik gewoon weer aan het inpakken ben. En ik ben nog lang niet klaar. Dus dat komt in de volgende vlog weer. Ik hoop wel dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je hoog voor alle leuke video's die ik maak. En alles wat gaat komen. En dat gaat genoeg leuk zijn. En wil je wat bestellen? Dan kan je dat via www.ulimedemis.nl doen. De
Surprise boxen staan dus ook weer online. Die ben ik ook weer druk aan het inpakken. Ze gaan heel hard. Dus wil je hem niet missen, wees er dan snel bij. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei.